Dan gaan we naar de volgende. Mijn naam is Roisin Kolstee. Ik werk bij Pharos als senior projectleider binnen het programma Ouderen. Pharos is er om gezondheidsverschillen te verkleinen. En binnen het programma Ouderen werken wij ook bij Dementie Zorg voor Elkaar. Dat is een landelijk programma als onderdeel van Deltaplan Dementie. En dat wordt voortgezet in de Nationale Dementiestrategie. Jennifer en ik zijn daar allebei adviseurs bij. En wij werken samen met de adviseurs van de andere kennisinstituten. Werken wij aan trajecten in de gemeentes. Waarbij gemeentes met samenwerkingsverbanden komen. En wij allerlei problemen oplossen op het vlak van dementie en migranten. Dementie en laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. En vragen met betrekking tot de lage 6. Samen met deze kennisinstituut hebben we ook de zorgstandaard dementie ontwikkeld. Waarin er allerlei handvatten worden geboden om goede dementiezorg te leveren. En het register is hierin ontwikkeld. En als je kijkt ook op die website van zorgstandaarddementie.nl is er aandacht voor specifieke groepen, waaronder dus ook migranten. En er zijn een aantal kennisdossiers daarin ontwikkeld. Nou ja, Pharos staat er dus voor om gelijke kansen te creëren. En wij in het programma Ouderen vinden dat ook heel erg belangrijk in de dementiezorg. Omdat ik heb hiervoor als ketencoördinator dementie gewerkt in de Haagse regio. En daar zag ik ook dat het niet vanzelfsprekend is dat de toegang tot zorg en de kwaliteit voor zorg altijd even goed is voor migranten ouderen. En binnen ons project hebben we verschillende onderdelen waarbij we ons richten op het verkleinen van die achterstanden in de dementiezorg. En je ziet op het tweede plaatje, dat werd net ook al gezegd, hè, dat maatwerk ontzettend belangrijk is. Dus kijk wat er nodig is, vooral in je toegang tot zorg, maar ook om die kwaliteit te verbeteren. En het derde plaatje is natuurlijk onze ideaal situatie waarbij er geen belemmeringen worden ervaren tot die toegang van zorg. Maar voordat ik verder ga, willen we ook heel graag kennis maken met jullie. We hebben een korte quiz bedacht. En we lopen ook iets sneller door de presentatie heen, omdat we straks echt wel benieuwd zijn naar jullie vragen ook. Jullie kunnen hier gewoon antwoord op geven, want we zijn toch met een kleine groep. Werken jullie in je dagelijks leven weinig of gemiddeld samen met migranten ouderen? Of bieden jullie hun ondersteuning en zorg? Jacco, mag ik jou het woord geven? Ja, dat is goed. Ik werk zelf niet actief met ouderen en migranten. Ik werk bij de gemeente als gezondheidsexpert. Ik doe veel onderzoek, ook in de wijk als Overvecht, waar wel veel oudere migranten wonen. En ik ben aangehaakt bij de peer-peer-peer, waar beleid is gemaakt waarbij we eigenlijk gezond ouder worden willen stimuleren in de stad. En daarbij probeer ik wel ook echt aan te geven dat we echt ook aandacht moeten hebben voor oudere migranten. Dus ik zit iets meer op een afstand, maar inhoudelijk ben ik er wel mee bezig. Oké, dankjewel. En Floor? Ja, om kort te zijn ben ik ook eigenlijk heel weinig bezig met ouderen met een migrantenachtergrond in mijn werk. Ik ben hier vooral aangehaakt omdat ik het super... Ik heb de... Anita wordt opgenomen gezien. Daar ging ze ook naar een gezondheidscentrum waarin ouderen met een migrantenachtergrond goede zorg krijgen. En ik was daar zo gefascineerd over dat ik dacht, ik ga hiermee kijken. Ik ben trainee bij Zilveren Kruis in de zorginkoop. Dus niet direct erbij betrokken, maar ik heb wel zoiets van, ik wil mee bezig gaan, ik wil me ervoor inzetten om als zorgverzekeraar steeds meer te gaan kijken van wat is waar nodig en wie. Wat zit er achter de mensen die bij ons zorg afnemen? Of polishouders zijn. Ja, dankjewel. Beide allebei een mooie invalshoek. En ook goed om zo even kennis met jullie te maken. Dan sla ik één vraag over en dan ga ik naar een vraag over laaggeletterdheid. De groep laaggeletterden in de Nederlandse samenleving is 2,5 miljoen, misschien ook al meer. Dit zijn cijfers vanuit Nivel. En de vraag aan jullie is, hoe groot denk je dat de percentage
van die 2,5 miljoen een autochtone achtergrond heeft. Jacco, wat denk jij? Ik denk 25%. 25% heeft een autochtone achtergrond. En Floor? Ja, ik denk eigenlijk ook 25%. Oké. Nou, het goede antwoord is 65%. Dus antwoord C. Dus het grotere deel van die 2,5 miljoen heeft een autochtone achtergrond. We doen deze vraag ook omdat er vaak wordt gedacht dat laaggeletterdheid veel voorkomt onder migrantenouderen. Dat komt ook vaak voor. Maar de grootste groep blijft de autochtone groep. En waarom we ook deze sheet laten zien is omdat binnen dementiezorg ook in de gemeentes en bij professionals er meer aandacht mag komen voor laaggeletterdheid. Omdat ook in alle communicatiematerialen die bijvoorbeeld ketens dementie naar buiten brengen, maar ook de zorginstellingen, dat dat op een begrijpelijke manier richting de cliënt wordt gecommuniceerd. En ook oog hebben voor laaggeletterdheid en het herkennen van laaggeletterdheid is super belangrijk om die dementiezorg te verbeteren. Dus realiseer je dat ook onder die groep mensen met dementie laaggeletterd zitten en ook onder de mantelzorgers van mensen met dementie laaggeletterdheid plaatsvindt. Dan ben ik klaar met de quiz en hebben we goed met jullie kennis gemaakt. Dan ga ik even kort stilstaan bij de cijfers. Dit zijn wat verouderde cijfers, maar we verwachten dat binnenkort vanuit het register dementie nieuwe cijfers komen. Maar hierin is nog steeds wel goed de toename te zien, hè? Meer dan een verdubbeling in de rechterkolom. Als het gaat om migranten en dementie. En dat maakt dus ook dat het een belangrijk vraagstuk is dat we met een gekleurde vergrijzing te maken hebben. En dat de zorg voor deze specifieke doelgroep eigenlijk om een urgentie vraagt die ook uitgesproken wordt binnen de gemeentes. En waarom dan? Hè? En wat valt ons dan op eigenlijk als je kijkt naar het onderwerp dementie en migranten? Een persoon met dementie maakt verschillende fases mee. Het is een soort van patiëntreis. Dan begin je met de niet-pluisfase, vervolgens de diagnose, het leven met dementie en op het eind vaak opname in een verpleeghuis. En in die niet-pluisfase zijn er wel allerlei symptomen signalen aanwezig van dementie, maar is nog niet de weg tot de diagnose ingezet. Dat is de vroege signalering. Maar wat is nou zo lastig bij de groep migranten, is dat de vroeg signalering niet goed op gang komt. En dat heeft te maken met dat de doelgroep zelf weinig kennis heeft over de ziekte. En ze zijn onbekend met de signalen, met de risico's van de ziekte. Er bestaat schaamte en taboe. Misschien zien ze die verschijnselen en die signalen wel, maar ze stoppen het weg. En dat maakt eigenlijk dat de diagnose laat komt. En ook aan de kant van de professionals en de hulpverleners zien we dat zij ook niet altijd de signalen herkennen van dementie. Bijvoorbeeld een huisarts die al wat langer een Turkse oudere in zijn spreekuur ziet, maar dat er is altijd een tolk aanwezig, die persoon is de taal niet machtig, waardoor die een verwarde indruk brengt. En als er dan wel signalen zijn van dementie, dat het gedrag, het veranderende gedrag niet wordt opgemerkt. Ook vanuit die kant komt de diagnose laat. En soms wordt de diagnose ook niet afgegeven. Dat kan ook. Dat er zoveel strubbels zijn binnen de gemeenschap zelf, dat er oneenigheid is binnen de familie om wel of niet die diagnose en die screening aan te gaan. Dat maakt allemaal dat in vergelijking met autochtone ouderen migranten veel later eigenlijk gediagnosticeerd worden. En dus veel later die informatie krijgen, veel later de juiste zorg krijgen. Dus dat is echt een belangrijk aandachtspunt. En dementie komt vaker voor. En dat heeft ook te maken met de risicofactoren op dementie. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Maar ook
diabetes type 2. Dat zijn allemaal risico's waardoor dementie vaker voorkomt bij migranten ouderen. En ook inkomen is er zo één. Laatst uit het register dementie, waar wij ook in hebben geholpen met het NIVEL, is naar voren gekomen dat mensen met een laag inkomen veel meer kans maken op dementie. Dat betekent ook dat ook in die preventie van dementie het belangrijk is om ons, wat ons betreft, goed te richten op deze specifieke groepen. Dus op mensen met een lage 6. En dan is er ook een mismatch vaak tussen de vraag en de wensen van deze migrantenouderen en hun naasten en het aanbod. En we gaan uit van persoonsgerichte zorg. En als je de uitwerking van persoonsgerichte zorg goed doet, dan kom je bij migrantenouderen ook vaak op cultuursensitieve elementen. En wij staan er ook voor dat persoonsgerichte zorg het uitgangspunt is. Maar men kan niet altijd leveren aan het deel van die cultuursensitieve zorg, omdat vaak het aanbod er gewoon niet is. Er is niet iemand in een zorginstelling die ook dezelfde taal spreekt. Er kan niet altijd gezorgd worden voor bijvoorbeeld een halalmaaltijd. Maar ook als je kijkt naar de ontmoetingscentra dementie, als je kijkt naar de dagopvang die belangrijk is, als je kijkt naar intramurale zorg en extramurale zorg, dan is die niet altijd cultuursensitief. En dat horen we ook terug uit de gesprekken die we hebben met de mantelzorgers, maar ook met de professionals. En ook de vragen die er komen vanuit dementiezorg voor elkaar, dus in de gemeentes waar wij helpen, is er vaak een hiaat tussen vraag en aanbod. En dat heeft ook impact op de overbelasting van de mantelzorger. Want als een mantelzorger, ondanks allerlei onderdelen die er in die gemeenschap spelen om geen zorg, om niet zorg te combineren. Maar als die mantelzorger dat wel zou willen, wil die dat vaak op een passende manier. Maar als er bijvoorbeeld geen respijtzorg is, wat past bij de culturele achtergronden van deze persoon met dementie, en dan gaat die er niet op af. Ook negatieve ervaringen met de zorg maken dat die mantelzorger geen formele zorg inzet. En als je kijkt naar de andere belemmerende factoren, zitten die ook vaak in de gemeenschap. Omdat mantelzorgers van oudsher die zorg zelf willen doen. Zij voelen zich heel erg verantwoordelijk, bijvoorbeeld als kinderen, om die zorg zelf te doen. De gemeenschap vraagt dat ook van hen. Dus mantelzorgers, en er zijn ook conflicten in die gemeenschap. Bijvoorbeeld hoorden wij laatst in gesprek met mantelzorgers dat er een conflict is tussen generaties. Dat kleinkinderen wel willen dat de diagnose wordt verteld, maar kinderen niet. Dus dat alles maakt dat die mantelzorger steeds meer verder die fuik in komt. Waardoor aan de ene kant die zorg veel zwaarder wordt. En aan de andere kant hij of zij niet het gevoel heeft om daaruit te komen. Ook doordat er problemen zijn in die gemeenschap zelf. Maar ook doordat zorg en welzijn niet ingericht is op de vraag van deze mantelzorgers. En ik denk dat het heel belangrijk is om veel meer kennis te verspreiden aan de kant van de gemeenschap, van de persoon met dementie en die mantelzorgers en ook de gemeenschap daaromheen. Er ligt ook de religieuze gemeenschap of de migrantenorganisaties. Aan die kant veel meer kennisverspreiding over de ziekte en de signalen. En aan de andere kant, aan de kant van de professionals en de organisaties. En dat organisaties ook die informele zorg zien als een verlengstuk van hun werk om beter tot die groep te komen. Dus ja, die verbinding is ontzettend belangrijk. Ik zie dat ik heel lang heb gesproken, dus ik geef nu even het woord aan Jennifer. Ja, dankjewel. Ik hoor een enorme echo. Ik weet even niet hoe dat is. Misschien toch even een microfoon uit, is dat makkelijk te doen? En als jullie niet horen, dan zal ik het een beetje negeren. Ik hoor het niet. Jennifer van den Broeke dus. En collega van Rosny. Ik probeer ondertussen of ik de volgende slide kan doen. Ja. Met deze workshop willen jullie meenemen rond het thema oudere migranten met dementie vitaal houden. En een stukje hoe je om je in te kunnen leven in het leven van oudere migranten.
En ik heb ooit een keer een aflevering van De Wereld Draait Door gezien, waar Erik Schreder op bezoek was. En die liet een fragment zien van de tekenfilmserie SpongeBob. En daarin, wat hij daar zo mooi aan vond, is dat SpongeBob heel erg je fantasie prikkelt. En hij liet een stukje zien waarin SpongeBob in een kartonnen doos gaat zitten. En daar is het helemaal pikzwart. En dan vertelt hij een verhaal. En eigenlijk zit je gewoon naar een zwart beeldscherm te kijken. Maar je hebt het niet door, want je hersenen vullen het dus aan. Je gaat daar in je fantasie in mee. Dus je hebt, nou ja, zo sterk is je fantasie. En ik wil nu eigenlijk jullie vragen om je fantasie ook eventjes te gebruiken. Ik neem even 3 minuutjes om jullie mee te nemen in een wereld. Dus ik ben ook even niet meer Jennifer van den Broeke van Varels. Maar ik ben Jennifer van den Broeke. 3 jaar geleden naar China verhuisd, inmiddels in dienst van het Gezondheidsinstituut in China. En ik heet jullie heel hartelijk welkom. Ik vind het echt fantastisch dat jullie als expats nu ook hier deelnemen aan deze cursus. Die heb ik mede ontwikkeld, dus ik ben er extra trots op. Want we willen jullie in zo kort mogelijk de tijd helemaal laten integreren in het Chinese systeem. Want dan voelen jullie hier goed thuis. En daarvoor zijn 2 dingen heel belangrijk. Een persoonlijk gezondheidsplan en jullie inzet. Dus, we hebben dit ontwikkeld, want we weten in China dat wie gezond is, harder kan werken. Zeg me maar na, wie gezond is, kan harder werken. Heel goed. En dat betekent dus ook dat jullie vanaf nu niet meer die ongezonde Nederlandse leefstijl mogen houden. Wij weten uit onderzoek dat Nederlanders heel ongezond eten. Al dat speculaas, al die pepernoten, marsepein, doen we niet meer. Ook geen frikandellen, ook geen kroketten, goudse kaas. Weet je wel hoeveel calorieën daarin zitten? Gaan we niet meer doen. Dus morgen komt er iemand bij jullie thuis langs om al het Nederlands eten op te halen. Jullie krijgen dan een stempel, die kunnen jullie laten zien als ik weer kom om het te controleren. En we hebben voor jullie een persoonlijk beweegplan. Dat betekent dat jullie je elke ochtend kunnen melden op het centrale plein om mee te doen aan de Tai Chi. Begint om 6 uur. Wie 3 keer te laat komt, krijgt een aantekening. Ook daarop zullen we blijven controleren. Nou, ik vind het echt super mooi dat we dit kunnen doen. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Nou, ik stop hier bij deze oefening. We hebben deze al een keer eerder gedaan. En ik ben ook heel benieuwd naar of het lukte om je fantasie even aan te zetten. Maar vooral ook hoe het voelde toen je mij dit soort dingen hoorde zeggen. Zouden jullie dat kunnen delen? Jacco. Ja, sowieso superleuk gedaan. En wat het gevoel wat een beetje naar boven komt, is een soort van weerstandachtig iets. Ja, dat komt mij een beetje naar boven. Ja. En jij, Floor? Ja, helemaal hetzelfde als Jacco zegt. Weerstand en... nou ja, als ik het echt zo zou meemaken en ik zou in een nieuw land komen, ik zou in China komen, dan zou ik denken van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Op deze manier ga ik niet me fijn voelen, zeker ja. De eerste paar maanden. Ja, ja, zeker. We hebben toen destijds bij het Deltaplan dementie gedaan op het jaarevent. En daar sommige mensen, en daar namen we ietsje meer tijd voor, maar sommige mensen zeiden van ja, ik zat al te bedenken hoe ik stiekem een tweede ijskast kon neerzetten, zodat ze het eten niet zouden vinden. Of iemand anders werd ook echt een beetje boos ervan. En er was ook iemand die het eigenlijk heel fijn vond. Dat sloot juist heel goed aan. Die wilde wel zo meegenomen worden om gezond te leven. Dus het maakt inderdaad wat bij je los. Nou, we doen deze oefening vooral ook om je te laten ervaren wat er gebeurt als je een gezondheidsadvies krijgt wat echt heel erg ver afstaat van je leefwijze. En we zien bij veel oudere migranten met dementie dat zij juist op hun oude dag erg in de watten worden gelegd door hun mantelzorgers, dus hun zonen of dochters. De gedachte is vaak, ja, ze hebben heel hard gewerkt, ofwel in arbeid of voor het gezin gezorgd. En nu mogen ze uitrusten. Dus nu gaan wij ze vertroetelen. En het is dan heel erg lastig om te begrijpen dat je met dementie juist zoveel mogelijk nog moet gaan wandelen. En zoveel mogelijk nog je dagelijkse bezigheden moet blijven doen. Dus juist wel zelf nog
koken of samen koken of dat soort dingen. Dat past zo niet bij hoe jij denkt dat je het goed zou doen. Vanuit VAROS trainen we nu sleutelpersonen uit verschillende gemeenschappen. En die trainen we met kennis over dementie, het dementieaanbod en over gezonde leefstijl. En we leren ze 4 verschillende rollen aan van een sleutelpersoon. Dus een voorlichter, een verkenner, een bemiddelaar en een adviseur. En een van die deelnemers van die training die zei het als volgt. Van, het is respectvol naar je ouders toe als je hen dus in de watten legt. Dus stel dat je met name in de winter met je moeder met dementie buiten gaat wandelen en je komt iemand uit de gemeenschap tegen, ja, dan die vindt gewoon dat jij niet respectvol met je moeder omgaat. Want je laat je moeder toch niet in de kou buiten wandelen. Dus dan is het heel erg nodig dat je kennis hebt van dementie. Wat is dat? Maar ook hoe kan je nou iemand met dementie zich zo prettig mogelijk laten voelen? Nou, dat is onder andere om zoveel mogelijk inderdaad te bewegen, maar dat is ook goed met het daglicht, voor je dag- en nachtritme, voor de bloedsomloop. Je hebt al dat soort kennis nodig, die heel veel migranten en hun mantelzorgers nog niet hebben. Dus daarom is die communicatie ook zo belangrijk. Ik ga even, hier is nog een ander voorbeeld, dat sla ik even over, maar ik geloof dat jullie uiteindelijk de slides nog wel krijgen, dan kan je het zien. Dit is meer een oefening waarin je kunt bedenken wat belangrijk is dat professionals van jouw persoonlijke situatie weten om goede zorg te kunnen geven. En een van de belangrijke onderdelen van aansluiten bij iemands leefwereld is ook om goede cultuursensitieve communicatie te hebben. We hebben hier kort wat voorbeelden. Maar we wouden vooral ook nu de tijd nog gebruiken om met jullie in gesprek te gaan. Dus ik wou het even hierbij laten. En hebben jullie naar aanleiding van wat Roshni en ik verteld hebben nog wat vragen? Ja, ik heb wel één vraag. Want ik begrijp heel goed dat jullie in gesprek gaan met sleutelpersonen. Maar ik denk ook dat je daarin heel erg moet gaan nadenken wat je als alternatief kan bieden voor in de winter buiten wandelen. Helpen jullie daar ook mee? Zijn er mooie initiatieven over? Want hoe kan je iemand toch wel cultuursensitief blijven stimuleren? Ja, wat we de sleutelpersonen leren in de training is dat ze iedere keer heel erg naar de persoon moeten kijken. Dus iemand zomaar bijvoorbeeld laten koken, dat gaat een beetje stroefjes. Maar als je zegt, u kookte altijd zo lekker en hoe ging het ook weer met dat recept? Dan zal je zien dat iemand met dementie zich echt nog wel veel kan herinneren van dat soort dingen en daar graag over praat. En dan kan je iemand makkelijk uitnodigen en zeggen van, nou, zullen we het samen eens bereiden? En dat is gewoon heel erg leuk. Dus ik denk dat juist door sleutelpersonen te trainen, dat een hele mooie vorm is om om meer kennis in de gemeenschap te verspreiden. Maar we geven ook trainingen aan case managers bijvoorbeeld, of andere professionals, ook vanuit Dementiezorg voor elkaar, waarin we de professionals weer helpen, ook om dit soort kennis en informatie te delen met migranten met dementie en hun mantelzorgers. Ja. En zeker hoor, wat je zegt, een alternatief voor wandelen. Het is iedere keer, zoek je zoveel mogelijk wat bij iemand past, hoe iemand tot dusver geleefd heeft. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een gesprekslijst ontwikkeld op basis van het culturele interview. En daarin staan wat vragen, zodat je iemand goed kan leren kennen hoe iemand leefde voordat iemand dementie kreeg. En wat iemands gewoonten waren, zodat je daar goed bij kan aansluiten. Dat is bijvoorbeeld ook een werkvorm die we aan verzorgende en thuiszorgmedewerkers hebben aangeboden. Jacco, had jij nog een vraag? Zijn er nog andere vragen? Ik zie ook dat er wat meer deelnemers bij zijn gekomen. Heel fijn. Ja, ik had nog de vraag, want we weten ook dat mensen met een migratieachtergrond ook al eerder wel chronische aandoeningen ontwikkelen. Eerder dan de autochtone bevolking. Zijn jullie vanuit VAROS ook bezig met
nou ook preventie van dementie. Super interessante presentatie, maar het gaat echt vooral over ouderen die al dementie hebben. Mm-hmm. Maar ik begreep ook iets uit jouw verhaal, Rosny, dat jullie ook wel echt nou, graag in willen zetten, juist op deze groep, om dit te voorkomen. Kan je daar misschien iets over zeggen? Vooral doordat wij ook samenwerkingspartner zijn bij het register, hè, is het voor ons nog duidelijker geworden dat we moeten insteken ook op die preventie. En ook dat je ziet dat er zo'n grote groep met een laag inkomen dementie kan ontwikkelen. We hebben het bijvoorbeeld meegenomen in onze meerjarenplan van Fadels binnen het thema ouderen en gezondheid. Daar is het is het een van de drie prioriteiten, zeg maar. Dus wij gaan ons daar nog verder op ontwikkelen. En wij zijn ook in gesprek met een aantal consortia en ook met VWS. Misschien kan Jennifer nog even iets vertellen over consortia in Maastricht. Ja, dus nu, preventie van dementie is eigenlijk ook een beetje een nieuwe gedachte. Hè? Dat je eigenlijk tussen je 40ste en je 70ste daar van alles nog aan kan doen. En daar worden nu mooie dingen op ontwikkeld. Onder andere, ik weet even niet meer hoe het heet. Je bent zelf je brein of je gezondheid. Nou, iets, een website waarop je allemaal tips kan krijgen om eigenlijk je voor drie dingen in te zetten. Dus gezond bewegen, gezonde voeding en blijven participeren. En we zijn daarmee aan het kijken of we kunnen samenwerken om de adviezen ook te laten aansluiten bij mensen met lage inkomens en bij migranten. Dus dat zijn wel dingen waar we op ons op inzetten. En ook dit is weer een stukje voorlichting toch ook. Dus dat is ook wat bijvoorbeeld die sleutelpersonen ook doen. En we denken dat ook de groep mantelzorgers een goede is. Want die zijn vaak in de leeftijd hè, van zo'n beetje 40 jaar... Ja. Die zien nu van dichtbij wat dementie is. En die zouden dat maar wat graag willen voorkomen. Dus dat is bij uitstek een groep om juist ook handvatten te geven. Van nou, hoe bouw je dat nou in? Hoe doe je dat eigenlijk een gezond leven? En we hadden het aan het begin over mensen met lage letterdheid. En we hebben het ook vaak over mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Er zijn toch echt veel mensen die heel weinig afweten van wat ze moeten doen om gezond te zijn. En je hebt daar vrij extreme voorbeelden van mensen die aardappels op hun zak chips zien staan en denken dat dat goed is omdat daar groente in zit. Dat is wel extreem, het komt toch nog steeds veel voor. Maar ook, ja, ook daarbuitenom, mensen die zijn echt op zoek naar, die willen het graag goed doen. Alleen dan moeten ze wel informatie makkelijk kunnen vinden en de goede informatie. En in deze... Ja, we krijgen inmiddels zoveel informatie op ons af. Het is echt wel heel lastig om dat goed tot je te krijgen. En we zien dat het dan heel erg aankomt op nou, wat je in de wijken kunt doen. Zoals in Utrecht Overvecht vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Daar zijn de professionals op elkaar afgestemd in hun manier van werken. En sluit echt heel goed aan bij de leefwereld van de bewoners. En neem ook iemand echt mee in een warme overdracht van de een naar de ander. Dus dat is wat mensen nodig hebben. Mooi. Ja, en om nog wat concreter te worden hierop, we hebben, als ik even kijk naar de subdoelen op preventie en dementie, willen we volgend jaar in ieder geval een goed kennisdossier ontwikkelen. Ja. Dus daar echt wetenschappelijke literatuur op bij te vinden en daar ook de doelgroep op te spreken. Dat willen we doen en we willen ook een bijeenkomst gaan inzetten over dit thema. Dus dat zijn eigenlijk wel twee onderdelen die wij sowieso gaan oppakken volgend jaar vanuit Fadels. En we merken ook in de gesprekken met de gemeentes, bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, die heeft ook aangeklopt bij ons van, nou, wij willen ook meer doen op preventie en dementie. Dus in die zin kunnen wij ook meedenken met de gemeentes. Ja, dank je. Daar ben ik ook zeker in geïnteresseerd in dat kennisdossier. En die bijeenkomst, daar hoor ik ook graag van. Want we zijn ook zoekende binnen gezond ouder worden van wat kunnen we daarin gaan doen voor ouderen in de stad. En zelf persoonlijk zie ik oudere migranten en zeker ook gekoppeld aan het thema dementie zie ik als een behoorlijke opgave. Ook voor een stad als Utrecht die vaak gezien wordt als een stad van studenten. Mooi, ja. Goed. Zijn er nog andere vragen? Volgens mij zitten we ook op de tijd. Ja, we zitten op de tijd, sowieso, ja.
Ik zag nog één deelnemer, Yvonne Schoenma. Yvonne, heb jij nog een vraag aan ons? Nee. Hadden jullie nog vragen, Floor en Jacco? Nee, ik had een heel snel vraagje. Wat kan ik me voorstellen bij een sleutelpersoon? Is dat een sleutelpersoon, dat zijn mensen die sowieso al in hun eigen gemeenschap actief zijn om, zijn een beetje van die spinnen in het web, die vaak gewoon een antwoord weten of voor iemand op zoek gaan naar een antwoord. Dat zijn sleutelpersonen. Mensen die beide talen spreken bijvoorbeeld, dat zijn dingen die heel handig zijn. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor de interessante presentatie. Ja. Jullie ook bedankt. Jullie bedankt. En graag tot ziens. En als er nog vragen zijn, hier staan onze gegevens. Neem vooral contact ook op met ons. Ja. Dankjewel. Oké. Dag. Doeg.